Je bent de Deltaloid Regatta goed begonnen met een derde plaats en een eerste plaats. En nou ja, eerst in het algemeen klassement. Hoe is je dag verlopen? Ja, goed. Lekker. Natuurlijk hier een medemblik. Je hebt het al vaak gedaan. Dus je kent de shifts wel, want het was lastig best. Er kwamen veel drukverschillen en ook veel winddraaiingen. Maar het voelt weer vertrouwd aan. Ja, merk je dat je het thuisvoordeel hebt hier? Ja, dag 1 of dag 2 toch wel een stukje. Was ook een rust, die deed heel mooi hele klappen. Wel een klein thuisvoordeel inderdaad, maar ook weer vertrouwd materiaal erop. Ja, want je bent weer terug naar het oude materiaal eigenlijk, hè? Ja, ik heb de afgelopen 10 maanden heel veel getest. En een aantal dingen daaruit meegenomen, maar eigenlijk de masten ben ik weer teruggegaan naar begin 2014. Ja. Ja, en hoe voelt dat? Dat voelt vertrouwd en dus beter? Ja, dan voelt de snelheid, je voelt dat de mast buigt zoals je hem kent. En daar sluit je techniek dan weer goed op aan. Dus dat voelt goed. Wat is nou jouw einddoel hier van deze week? Ik kan me voorstellen dat je nu wel eens een keer wilt winnen. Ik ben al een keer tweede geweest. Volgens mij al 3 keer of 4 keer. Dus ik focus daar niet te veel op, maar dat zou heel erg lekker zijn.